De tweede oefenwedstrijd voor AZ in de voorbereiding is dus tegen Oleksandria uit Oekraïne. En dat is een fysiek sterk team. Hebben de Alkmaarders moeite mee. Hier de eerste mogelijkheid al na een paar minuten. Op deze bloedhete zaterdagmiddag. En de bezoekers lijken beter te kunnen omgaan met de tropische temperaturen dan AZ. Hier wordt Mitsje eruit gelopen. Kan er niet meer bij. En dan is het Bizot die aan de noodrem trekt. En ja, dan kan de scheidsrechter weinig anders doen dan een gele kaart geven en een strafschop. Regiskin achter de bal. En dat doet hij feilloos. 0-1 na 21 minuten spelen. AZ weet maar weinig te creëren. Een paar mogelijkheden. Hier is de grootste kans van de wedstrijd voor spits Freddy Druijf. Maar in twee instanties weet de uitgeesterde bal niet achter de doelman te werken. Vorige week scoorde Druijf nog tegen Eendracht Aalst. Maar deze zaterdagmiddag is het hem niet gegund. Andere mogelijkheid hier voor de IJslandse aanvallen. Albert Gudmundsson schiet hem op zich prima binnen. Maar ook een uitstekende redding van die Oekraïense doelman. Na de theepauze stuurt aan het slot 11 nieuwe spelers het veld in. Het wordt er niet beter op eigenlijk. Het zijn de bezoekers die de score verdubbelen. Dovji. De man met de grote spierballen. Na een uur spelen staat AZ op een 2-0 achterstand. De AZ-fans worden dus niet verwend. Moeten we afzien vanwege de hoge temperatuur en dan geen spektakel op het veld. Enige schot eigenlijk van die tweede helft is deze poging van Tijani Reinders. Wel nog een geweldige diepe bal van Teun Koopmeiners naar Maiwan Boadu. Het lijkt eigenlijk wel een overtreding. Maar de scheidsrechter vindt het niet genoeg. En tot slot is het Kovalec die de 0-3 op het scorebord zet. En dat is ook de eindstand. AZ verliest en heeft nog het nodige werk te verrichten.